Dag, welkom bij Ingelicht, het dagelijkse praatprogramma op Studio 040. Wat we speciaal maken in het kader van deze coronaperiode. Met vandaag een bijzondere aflevering. We duiken in de geschiedenis van Eindhoven met schrijver Jan van Schagen. En we kijken naar hoe het in de sportwereld eraan toe gaat met Herman Mathij, voorzitter van voetbalclub Unitas. We worden ingelicht. Ja, twee verschillende invalshoeken vandaag in het programma. Maar ze zullen elkaar ongetwijfeld ergens raken. En jullie kennen elkaar geloof ik ook al wel langer. Jan, als ik even bij jou mag beginnen. Hoe beleef jij deze periode nu? Als bizar. Surrealistisch. Ofschoon, ik mag niet mopperen. Want ik hoef niet meer dagelijks te werken. Ik ben al jaren met pensioen. Maar ook voor mij is het een periode. Dat, ik verbaas me elke dag weer over. Hoe komen we hier doorheen? Maar het is niet beleefd om naar leeftijd te vragen, maar qua leeftijd val je wel in de doelgroep van. Ja, ik heel royaal, want ik ben kort geleden 80 mogen worden. Dus, ben je daar bang voor? Nee, niet echt. Maar ik hou de regels ook heel strikt in stand. Ik hou me er heel erg aan. De anderhalve meter is voor mij heilig. En ik probeer weg te blijven van plekken waarvan ik denk dat zo wel eens een keer gevaarlijk kunnen zijn. Ja, wat zijn plekken die je anders wel zou bezocht hebben? Ik kom in allerlei plekken waar mensen bij elkaar komen. In verenigingen, met vergaderingen, met besturen van instellingen en instituten. De Schouwburg, het muziekgebouw. Allerlei dingen die wegvallen. De leven is heel anders geworden, zelfs voor mij. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die nog in het volle leven staan, overigens ik ook nog wel een beetje hoor, dat die daar nog grotere problemen mee hebben. Ja. We praten straks over wat dat onder andere betekent voor het boek wat jij voor je hebt liggen, wat je geschreven hebt over 8 eeuwen Eindhoven. Herman, je bent voorzitter van Unitas. Ja. Deze week... ik wil ook bij jou even beginnen met hoe je er persoonlijk in staat. We komen zo meteen op het voetballen. Ja, ik sluit graag aan bij Jan. Dit is gewoon een nieuwe realiteit, een nieuwe werkelijkheid. Ik ben er wel wat sneller aan gewend geraakt. Dat heeft ook te maken dat ik wel nog werkzaam bezig ben. Ik ben manager in de ouderenzorg. Natuurlijk uit dien hoofde, al 8 weken geleden preventief geruimd, noem ik dat zelf. Ik werk in Arnhem, maar ben afkomstig uit Brabant, althans woonachtig. Dus jij was daar niet meer welkom? Ik was nog zeker welkom, alleen gezien de besmettingsgevaar en vooral voor de kwetsbare doelgroep is dat een verstandige keuze. Dus ik werk al 8 weken vanuit huis en dat is mijn nieuwe realiteit. Ja, maar hoe kun je in zo'n tijd zo'n belangrijke organisatie managen op afstand? Heel goed, met de moderne communicatiemiddelen, de diverse apps van Microsoft Teams, Jitsi, Zoom, werkt dat uitstekend. In ieder geval voor ons werkt het uitstekend. Veel telefonisch contact, mailcontact en op die manier onderhoud je in ieder geval, wat ik al zei, het contact met de locaties en de collega's. Ja. Maar het voelt wel anders, dat moet ik eerlijkheidshalve wel bij vermelden. Ja, maar ik kan me voorstellen dat, zo meteen gaan we het over Eindhovense zaken en het voetbal hebben, maar dat je zo in je werk ziet dat de collega's opeens dan op een andere manier werken, dat het een emotionele periode is voor mensen die in de zorg werken. Zeker. Hoe ervaar je dat? Nou, ik zei zelf een paar keer ver weg, maar toch dichtbij. Maar het voelt gewoon compleet anders. Want je wil, ik zou haast willen zeggen, aan het front erbij zijn. De collega's steunen, maar vooral ook onze bewoners steunen. Ja, en dat is nu helaas noodgedwongen op afstand. Dat is niet anders. Ja. En je zegt dat was mede omdat je uit Brabant komt. Ja. Het begon allemaal hier, maar dat onderscheid is wel een beetje weggevallen natuurlijk. Dat onderscheid is al langer weggevallen. En misschien gelukkig dat het hier begonnen is, want daardoor neemt het hier ook als eerste af. Het aantal IC-opnames, het aantal besmettingen vlakt af. Dus dan zijn we dan maar even de negatieve voorloper in deze. Maar dat is dan nu een geluk bij een ongeluk. Als we het dan over Unitas hebben. Deze week mogen sportclubs weer opstarten met trainingen voor kinderen. Zijn jullie al begonnen? We zijn gisteren begonnen. Ja, we zijn dinsdagavond ook wel een klein beetje verrast door onze minister-president.
Maar ja, zoals Unitas Unitas is, zijn we als bestuur meteen in de actiestand geschoten. Diezelfde avond digitaal vergaderd weliswaar. Contact gehad met het gemeentelijk sportbedrijf. En meteen gestart met scenario's, protocollen, richtlijnen, schema-indelingen, contacten met coördinatoren, trainers, leiders. En gisteren mochten de, ik noem het even met een beetje beeldspraak, de kalveren weer de wei in. Ja. En ja, want ik kan me voorstellen dat het jullie wel ook wat overviel. Het heeft ons zeker overvallen. En met mij de andere voorzitters van de Eindhovense verenigingen uiteraard ook. Maar ja, daar spreekt dan toch een stukje organisatiekracht uit en gemeenschapszin. We hebben alles op alles gezet om dit mogelijk te maken. Hè? Dat onze jongeren tot en met 18 jaar weer kunnen gaan voetballen. Nou mogen ze wel gaan trainen, ja. Maar voelt het hetzelfde om te trainen als je weet dat je voorlopig nog geen wedstrijden speelt? Nou, voor de kinderen die het betreft, het zijn twee categorieën, tot en met 12 en 13 tot en met 18. Hè. Voor de laatste categorie geldt de 1,5 meter regel. Ja, die vinden het gewoon weer ontzettend fijn om vrienden en vriendinnetjes weer te zien en dus weer eens lekker tegen de bal te kunnen trappen in een stukje gemeenschapszin. Dus voor hun maakt dat niet zoveel uit. Ja, we hopen allemaal natuurlijk van gans harte dat er weer straks in competitieverband gevoetbald mag worden. Maar of dat heel snel weer kan, dat betwijfel ik. Ja, dat is voor iedereen de grote vraag natuurlijk. Ja. Nou heeft premier Rutte vorige week ook gezegd, hè, niet alleen we gaan weer voetbaltrainingen doen, de complexen moeten open, maar ook voor kinderen die geen lid zijn van een vereniging. Doen jullie dat ook? Nou, we hebben afgesproken dat we eerst starten met leden, want we weten natuurlijk niet wat op ons afkomt en of we alles goed kunnen waarborgen. Het gaat natuurlijk om veiligheid, niet alleen van de spelers, maar ook met de trainers, leiders en iedereen die daarbij actief betrokken is. En in tweede instantie zal het voor niet-leden gaan gelden. We zijn uiteraard wel al bezig, en dat verschilt per vereniging, om te kijken wat zouden we kunnen gaan organiseren voor de buurt. Maar first things first. Ja, dat is op zich begrijpelijk, ja. Natuurlijk. Over de beurt gaan we het zo ook nog meer, ja, hebben. Ik wou even naar Jan, want dat boek heb je geschreven. Ja, de presentatie daarvan was vorige maand gepland. Die is in het water gevallen. Ja, jammer. Maar het is jammer. Maar gezien het licht van de gebeurtenissen is het niet meer dan jammer. Maar desondanks. We hadden een grootse presentatie voorbereid bij Vampieren. En die is jammer genoeg niet doorgegaan. Maar intussen... Nou, eerst even iets meer over het boek, want dat heeft nog niet heel veel aandacht gekregen. Maar 8 eeuwen Eindhoven. Ja. Wat heb je allemaal beschreven? Dat moet in... In 20 seconden. Ja, het is een veelheid. Ik kan het in een paar woorden zeggen. Het is het verhaal van de stad, zoals de ondertitel van het boek ook luidt. Het vertelt de geschiedenis van de stad vanaf het begin 13e eeuw tot en met het jaar 2019. En dat in al zijn aspecten. De hele samenleving komt aan bod. Bestuur, religie, de economie, de cultuur, verkeer, bedenk maar wat. Want we weten relatief veel over de afgelopen eeuw, de periode waarin Philips daar een grote rol in speelde. Maar ja, mensen die naar het Eindhoven Museum of het Presidorisch Dorp zijn geweest, die hebben misschien ook wel wat beelden van hoe het leven in de middeleeuwen was, wat er ook te zien is. Maar hoe was Eindhoven in die tijd? Eindhoven was een klein plaatsje, een paar honderd inwoners. Als we het hebben over de middeleeuwen, hebben de late middeleeuwen. En er verandert eigenlijk niet veel in die eerste 6 eeuwen. Het begint pas aan het begin van de 19e eeuw. Met de opkomst van... met de inrichting van de infrastructuur. Er komt de straatweg van Den Bosch naar Luik, die stom toevallig via Eindhoven loopt. Die had ook via Oorschot kunnen lopen en om Eindhoven heen. Dus het lag niet zo voor de hand. Dan komt in 1846 het kanaal, 1866 de aansluiting op het spoor. En dan is Eindhoven plotseling een zeer gewild plaatje voor ondernemers. Ook gezien de lage lonen die in deze regio worden betaald. En dan zie je tientallen ondernemers, met name textielfabrikanten, sigarenfabrikanten en uiteindelijk Philips. En dan verandert de stad voor de tweede keer in een totaal andere toestand. De stad gaat groeien, telt overigens in 1920 nog maar 6000 inwoners, iets meer. En wordt dan in 1920 een stad van 45.000.
Ja, omdat op dat moment dan de stadsdelen... De annexatie, de annexatie kwamen, plaatsvindt. Maar dat is in deze boek, in dit boek een moment. De geschiedenis is dus veel breder, veel langer. Ja. Als we nu denken aan de geschiedenis en hoe die de afgelopen tijd af en toe ook wel aandacht krijgt, dan wordt heel vaak ook de vergelijking gemaakt tussen deze tijd en de tijd van de Spaanse griep. Ja. Heb je iets kunnen vinden van hoe Eindhoven die periode beleefd? Oh ja, de Spaanse griep is overigens gezien in het wereldbeeld aan Eindhoven redelijk goed voorbij gegaan. Er zijn doden gevallen. Maar de Spaanse griep heeft niet echt grote impact gehad. Veel meer ellende hebben de Eindhovenaren beleefd aan de pest. 1347 tot 1352, een periode van 5 jaar... dat de pest over Europa trekt, komend vanuit Azië, Italië, Frankrijk en zo naar het toenmalige Nederlandse gebied. Zijn miljoenen mensen overleden. Dat is een enorme ramp geweest. Heeft ook de stad en de omgeving economisch teruggezet. Ja, en wat kon je daarvan vinden, wat de gevolgen waren en hoe daarmee werd omgegaan? Ja, mensen wisten dat het besmettelijk was. Dus men hield ook op zekere wijze afstand. Heel tragisch dat mensen elkaar in de steek lieten. De solidariteit was vaak niet erg groot. Dat blijkt nog uit een latere epidemie, 1849, 1850, is de laatste grote cholera-uitbraak in Eindhoven en omgeving. En dan wordt de Sint-Vincentius-vereniging opgericht, omdat er patiënten zijn die aan hun lot worden overgelaten en er springen jonge mannen in dat gat en die gaan die patiënten verzorgen. Dus toen was er wel enige vorm van solidariteit. Ja. En zijn er nog andere parallellen die je in het boek ook trekt tussen deze tijd en het verleden? Ja, mensen zijn altijd mensen geweest en hebben op menselijke wijze op omstandigheden gereageerd. En wat ik wel heb vastgesteld is dat de meeste tijd die in die afgelopen eeuwen het leven niet erg prettig is geweest. We beleven op dit moment eigenlijk, gezien de omstandigheden moeten we dat even opzij zetten, maar in zijn algemeenheid de laatste 50 jaar zijn de beste periode, is de beste periode die we ooit hebben mogen beleven. Want het is eeuwenlang toch... het woord ellende durf ik gerust uit te spreken. Het was oorlog, vaak oorlog, met name de 80-jarige oorlog. Maar ook de Gelderse oorlogen, de Fransen die nogal hebben huisgehouden. En als er geen oorlog was, dan was er wel een ziekte, epidemie. Regelmatig cholera, tyfus, difterie. En armoede. Ja. Hoe is eigenlijk de verdeling in het boek tussen zeg maar, die geschiedenis die verder weg is... En die laatste eeuw waarin de industrie zo belangrijk is? Ja, ik heb het om het leesbaar te houden in 7 tijdvakken ingedeeld. En in elk tijdvak komen alle aspecten van de maatschappij aan de orde. De ene keer het ene onderwerp, bijvoorbeeld cultuur, wat meer dan een ander onderwerp, bijvoorbeeld gezondheid. Dat hangt af van hoe belangrijk dat onderwerp op dat moment was. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld de Stichting van de Technische Universiteit, om nou maar een voorbeeld te noemen, van belang is geweest. Dus dat beschrijf ik dan wat uitgebreider. En nadien komt de TU wat minder scherp aan bod. Als je er eenmaal is. Ja, ik wil er graag zo nog over verder praten. Ja. Laten we eerst eens even kijken naar een wens die er is binnengekomen. Laten we elke dag een wens of een ander filmpje zien van een inwoner van Eindhoven voor de mensen die op dit moment eenzaam zijn. Mijn naam is Faris en ik zit op basisschool de Bijkorf. En ik hoop dat alle mensen die nu in quarantaine zitten, die zich eenzaam voelen, zich beter gaan voelen en het komt allemaal weer goed en sterker.
Ja, mooi hoe hij dat verwoordt. Ja. Die Bijenkorfschool, daar horen we vaker dingen van trouwens. Andere inzendingen zijn natuurlijk hartelijk welkom nog steeds. Aan het eind van het programma vermelden we hoe dat kan. Ja, Herman, weer even terug naar de sport. Want we hebben ook in dit programma al vaker besproken dat sportclubs ook financieel wel zwaar getroffen worden. Met name doordat alle kantines stil liggen. Daar starten jullie op, maar nog niet die kantine. Kan dat wel? Om te trainen wel. Vanuit mijn functie ben ik ook voorzitter van het Eindhovens amateurvoetbal. Overleg met de voorzitters. En uit dien hoofde weer lid van de Eindhovense Sportraad. En we hebben een week of twee weken geleden een brede enquête uitgezet onder de Eindhovense verenigingen. En het beeld wat daar uitkomt is dat alle verenigingen maken zich grote zorgen. Dit seizoen mogen we niet als verloren beschouwen. Maar ja, dat raakt iedereen toch. Hè? Want je mist 3 maanden inkomsten, kantineinkomsten en of andere zaken, eindevenementen. Het scheelt allemaal behoorlijk in de portemonnee. En krijg je er enige compensatie voor? Ja en nee. Zit soms wat in het vat en een andere is wat sneller. Van de Rijksoverheid, maar dat zijn de normale regelingen die ook voor ondernemers gelden. De welbekende €4.000... en eventueel arbeidstijdverkorting voor een trainer waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt. De KNVB heeft ook snel geacteerd. Niet alleen door de competitie eruit te gooien, maar in ieder geval ook te stoppen met de incasso's. Wat natuurlijk ook weer scheelt. Als mede ook de behoorlijke mooie gesten die het Nederlands Dames- en Herenelftal heeft gedaan. Dat is een steunpakket van 11 miljoen, waarvan 5,5 miljoen weer bedoeld is voor de amateurvoetbalverenigingen. Nou, met de wethouder Eindhoven, Stijn Steenbakkers, zijn we druk in gesprek. Daar moet nog even over gesproken worden, binnen het college ook over nagedacht worden. Er komen allerlei steunpakketten aan, in welke vorm, wanneer en wanneer die echt concreet gaan worden. Die datum wachten we nog met heel veel spanning af. Ja, want houden jullie er inmiddels ook rekening mee dat het misschien ver richting het eind van het jaar of misschien nog later zou kunnen zijn dat die kantines weer open mogen? Ja, niemand durft enige datum te noemen. Hoop is er natuurlijk. Als ik me even beperk tot Unitas, hebben we diverse financiële scenario's gemaakt, al in een vroegtijdig stadium. Nou ja, we hopen natuurlijk dat we gewoon de competitie kunnen herstarten, maar we houden ernstig rekening mee dat dat met een aantal beperkingen zal zijn. De 1,5 meter, misschien de kantine nog dicht, misschien alleen de buitenruimte. Maar ja, we kunnen daar niet op vooruit lopen, want dan zijn we mede afhankelijk wat de Rijksoverheid gaat besluiten, geadviseerd door het RIVM. Ja. Nou hebben jullie ook een model opgezet, het buurthuis van de toekomst. Dat klopt, ja. Hoezeer kunnen jullie daarmee mee doorgaan? Ja, of misschien moet je eerst even uitleggen wat dat precies zou inhouden, wat het raakvlak is tussen een voetbalvereniging en een buurthuis. Ja, nou goed, in ons beleidsplan staat ook een maatschappelijke paragraaf, een duurzaamheidsparagraaf. Dus het gaat niet alleen over voetbal en plezier, maar dat blijft natuurlijk wel altijd voorop staan. Zijn we ook van mening dat we ons breder maatschappelijk moeten inzetten. Als we kijken naar het sportpark en onze eigen opstallen, de kantine of clubhuis Broer Brands moet ik eigenlijk zeggen, is die ook weer tevreden, dan zijn die overdag vaak gesloten. De velden leeg, alleen in de avond bij de training en het weekend is het benen buiten, parkeerterrein vol. Zijn we van mening dat dat breder maatschappelijk ingezet kan en moet worden. Dus dat ook beschikbaar gesteld wordt voor de buurt. En dan kan je aan allerlei samenwerkingsvormen denken als een ontmoetingsplek voor seniorenbewoners of een vertrekplek voor de wandelclub, een fietsclub. Kortom, dat we samen gebruik kunnen maken van die opstallen die er toch staan. Dus dat houdt vooral buurthuis van de toekomst in, maar ook de velden beter en breder inzetten. En dat klinkt voor iedereen die zich opgesloten thuis voelt misschien heel aanlokkelijk, maar dat zal nog voorlopig niet kunnen. Nee, op dit moment zeker niet. Je zei het net al terecht, de kantine is dicht, dus dat geldt voor iedereen, voor onszelf, maar zeker ook voor derden. Dus daar moeten we nog even geduld betrachten. Ja. Jan, heb je eigenlijk ook iets kunnen vinden hoe de maatschappelijke rol van sport in de voorbije eeuwen was? Ja, niet diepgaand, maar sport begint pas een rol te spelen in de maatschappij. Dus ook in Eindhoven, dat we zeggen omstreeks dus de eeuwwisseling, rond 1900. Tot 1900 bestaat kegelen, fietsclubs, want de fiets is op dat moment wordt populair. Onder de elite, want fietsen is nog een heel duur
vervoermiddelen. En gewoon een balletje trappen op straat gebeurde en, dat niet? Voetbalverenigingen ook omstreeks die tijd. Hè. Je kent al de voetbalclubs met Schalke 04. En zo zijn er ook in Nederland Unitas 29, geloof ik. 33. Ja, Eindhoven 1911, PSV 1913. Dus voetbal wordt gaandeweg een populaire sport. Baanwielrennen is heel populair geweest in Eindhoven. Er waren op een gegeven moment zelfs 3 pistes waar men kon rijden. Zwemmen. Maar überhaupt tijd besteden aan sport en ontspanning, dat is misschien pas van de tijd dat mensen meer vrije tijd hadden. Want de mensen werkten minimaal 12 uur per dag. Ja. Om nog niet te spreken over de 19e eeuw, want toen was het van 's morgens 6 tot 's avonds 8. En dat ook nog op zaterdag. Alleen de zondag was men vrij. Dus als je geen vrije tijd hebt, hoef je die ook niet in te vullen. Dus er is een sportontwikkeling vanaf eind van de 19e eeuw. Ja. Ja. Jan, er is nog veel meer te lezen in het boek, of de boeken eigenlijk, hè, want het zijn 2 delen. Komt er nog iets terecht van een presentatie of iets uitbundigers rondom dit boek? Ja, we zouden wat kunnen verzinnen, maar het echte moment van de geboorte, dat is voorbij. Dat kun je nooit meer inhalen. Maar misschien dat we nog eens wat kunnen bedenken. En in elk geval is die bij een aantal boekhandels in Eindhoven te koop. Ja. Ja, als de bibliotheek weer open gaat, zal die daar vast ook te vinden zal zijn. Zal die daar zeker te vinden. Wat is de oplage precies? Weet ik niet exact. Want de uitgever heeft dat bepaald. Ik denk dat hij begonnen is met 1000 exemplaren. En daarvan is hij een groot deel al kwijt. Hij heeft toevallig gisteren of eergisteren contact met hem heb gehad. En hij zegt, het loopt als een trein. Mensen hebben toch massaal zijn die het boek gaan kopen. Ja. Ja, nou, ja, misschien in deze tijd hebben mensen ook daar ja, meer dat tijd is mijn, voor. Dat is mijn idee. Als er überhaupt tijd is, dan nu. Ja. Nou, mooi. Laten we hopen dat het belangrijke rol speelt in de verdere geschiedschrijving van Eindhoven. Jan van Schagen, bedankt voor de uitleg. En Herman Matthij ook van Unitas. Succes met alle trainingen met de jeugd verder. U bedankt voor het kijken naar Ingelicht. Morgen dan hebben we weer een bijzondere aflevering, want om 1 uur 's middags is er Ingelicht live. Dan zitten hier burgemeester Jorritsma en wethouder Renate Richters van Zorg. Het is nog steeds mogelijk om vragen in te sturen die ik dan aan hun ga stellen. Dat kan ook live nog op dat moment tijdens de uitzending die te zien is op televisie, op de website van Studio 040 en via Facebook en YouTube. Dus stuur vooral nog vragen in via ingelicht@studio040.nl. Morgen om 1 uur dus. En gewoon 's avonds na 7 is die uitzending ook hier te zien op Studio 040. Graag tot morgen.